groot. Wat zien jullie concreet misgaan? Nou, wij zien dat een belangrijk deel van onze bevolking... in Amsterdam gaat het om bijna om meer dan 200.000 inwoners... waarvan een belangrijk deel kinderen, want het gaat om kinderrijke wijken... Geen aansluiting meer vinden op onze samenleving. Een kans op goed onderwijs, op goede carrières, op legale carrières... op kansen, op zelfrespect, zijn gewoon veel kleiner dan in andere delen van de stad. En dat is wat we bedoelen met de kloof. En dat is natuurlijk niet aanvaardbaar. Nee. Want dit gaat, bijvoorbeeld als we het over kinderen hebben... gaat het niet om kinderen die dommer zijn, die minder getalenteerd zouden zijn... maar die gewoon door de omstandigheden waarin ze opgroeien... Minder kansen in dit leven hebben. En in een beschaafd land als Nederland kunnen wij dat natuurlijk niet aanvaarden. Nee, en dus vragen jullie eigenlijk, nu we aan het formeren zijn... Voor het nieuwe kabinet, jaarlijks 500 miljoen, een half miljard euro... Ja. Om in ieder geval dat te kunnen dichten. Wat is dan concreet het plan? Waar moet je de grootste stappen maken? Laat ik daar eerst bij zeggen, wij houden niet alleen onze hand op. De steden zelf, het gaat om 15 steden waar allemaal... dit soort gebieden zijn, die investeren zelf ook hele grote bedragen. Dat doen we in Amsterdam. En bovendien werken we samen met bedrijfsleven, woningcorporaties, scholen. En iedereen investeert. Het is politiek van links tot rechts, hè? Ja, het is een volkomen apolitieke coalitie. Jullie zitten erin. VVD, burgemeester Jan van Zanen zit erin. CDA zit erin. Ja, we zitten er allemaal in. Omdat we allemaal één belang hebben. En dat is zorgen dat onze hele bevolking kansen heeft. En niet een bepaald deel achterop blijft. Ja. Dus, in antwoord op je vraag. We steken er zelf veel geld in. En wat er moet gebeuren, dat is dat er niet het zoveelste projectje... in een achterstandswijk moet starten. Dat dan, als er een nieuwe minister aantreedt, weer vergeten wordt. Of als er een nieuw college in een gemeente aantreedt. Maar dat echt... langdurig hebben wij investeringen nodig, waardoor we de bevolking ook niet teleurstellen. Dat gaat om investeringen in onderwijs, het gaat om het creëren van heel veel werk, stageplaatsen, het gaat om zorgen dat jongeren niet verleid worden tot misdaad, dat er ook goede grenzen zijn, dat de politie aanwezig kan zijn in die wijken, daar ook weet op te treden, en dat we eigenlijk langdurig ervoor weten te zorgen dat de mensen die opgroeien in die wijken, en in Amsterdam is dat in Zuidoost en Nieuw-West, dat die zich gekend voelen, erkend voelen, weten dat ze ertoe doen en dat we ook waarmaken wat we beloven. En het grappige is om in voetbaltermen te blijven. 020 neemt wat dat betreft 010 als voorbeeld, want daar gaat het al een tijdje heel goed. 020 leert van 010. Ja, Marco Passers, ook oud-wethouder van Leefbaar Rotterdam. Jullie hebben plan Dichte Kloof en jullie werken al jaren hiermee. Wat doen jullie concreet om die kloof te dichten? Het is heel simpel. We maken het eigenlijk heel klein. We kijken echt naar mensen. En dan zeggen we, als we willen dat deze mensen deelnemen in de maatschappij... wat vragen we dan van ze? En dat vatten we heel kort samen, staat ook bij ons op het raam. School, werk en wonen. Dat is wat we allemaal doen. Hè. Dat is ook gewoon de norm. Dan doe je mee in de maatschappij. En als dat niet oké is, dan is dat ook prioriteit nummer 1. Dus... dat is wat wij zijn gaan doen. En dan realiseer je meteen dat het geen gemeentelijke aanpak moet zijn. Want de gemeente geeft geen les. De gemeente is geen werkgever. Ja, een heel klein beetje. Maar werkgevers, dat zijn publieke en private andere partijen. Ja. Maar als je kijkt naar school... En dan die werken nu samen. Dan zeggen jullie van 10 uur extra. Ja. Ja, al onze kinderen gaan 10 uur extra. Nou ja, in de rest van Nederland gaat het leven na schooltijd ook door. Dat gaat via de ouders op de achterbank naar sport, naar muziekles. Hoe was het op school? Wat ging er goed? Wat ging er slecht? Als ouders de taal niet beheersen, als die heel veel problemen hebben... als die zelf niet in Nederland op school hebben gezeten... dan vindt daar een heel ander discours plaats. Hè. Hans Spekman die zegt ook altijd dat kinderen op Zuid hebben... het op school meer naar hun zin dan thuis of... op straat. En wat wij dus doen is op die scholen langer doorgaan... zodat onze kinderen ook dat hele pakketje meekrijgen. En op die manier loop je ook minder achterstand. En gewoon tellen, hè?